Sint Vincentius ziekenhuis heeft vanmorgen officieel haar niertransplantatiekliniek geopend. De opening is gedaan door president Chandrika Prasad Santokhi. Volgens directeur Manoj Hindori is het een mooie dag voor vele nierpatiënten. In Suriname zijn er meer dan 800 mensen die met nierfalen leven. En de enige optie voor hun is dialyseren. Veel van deze patiënten moeten vaker dialyseren omdat de nieren haast niet meer functioneren. Maar er is nu een alternatief in het vooruitzicht. Er wordt een nieuwe kans geboden. Er komt een gestructureerd niertransplantatieprogramma in het Sint Vincentius ziekenhuis. Dames en heren, het Sint Vincentius ziekenhuis heeft zich de afgelopen periode diepgaand beraad over haar eigen toekomst. Wat voor ziekenhuis willen we zijn? Een klein ziekenhuis met een beperkte zorgverlening? Of een modern ziekenhuis dat gereed is om mee te kunnen gaan met alle moderne ontwikkelingen? Wij van het Vincentius ziekenhuis hebben gezegd, volmondig, we kiezen voor het laatste. We hebben gekozen voor een bruisende ontwikkeling, gekozen voor hoogstaande zorg, gekozen voor zorg van de beste kwaliteit en voor unieke zorg waarvoor vraag is vanuit de patiënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de Surinaamse gezondheidszorg. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat het een grote verantwoordelijkheid is van het ziekenhuis om zo'n stap te zetten. President Santokhi vergelijkt de nieren van de mens met het land Suriname. Hij zegt dat het ziekenhuis weet dat het gaat om de levens van de nierpatiënten. Maar het vereist goede voorbereiding, goede voorlichting, goede samenwerking. En daar gaan we als regering voor. Door die samenwerking inhoud te geven. En in dit kader zeker samenwerking met Koninkrijk der Nederlanden. Direct na mijn aantreden op regeringsleidersniveau overleg gehad. En ik heb ook tegen premier Rutte gezegd in het telefonisch gesprek. We hebben één samenleving op twee verschillende grondgebieden. Voor u zijn het Nederlanders. Voor mij zijn het Surinamers. En laten we samen dat menselijk kapitaal, dat human capital, goed ontwikkelen. Om die samenwerking te versterken, maar ook die human capital in te zetten. En ik heb het gezegd, ja, Manoj heeft het net benadrukt weer. Om Suriname te ontwikkelen met 1 miljoen Surinamers. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak vanmorgen bij de officiële opening van de niertransplantatiekliniek van het Sint Vincentius ziekenhuis.